Hallo jongens en meisjes natuurlijk. Vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie. En het is Pasen. En wat heb je nodig op Pasen? Eieren. Nou, vandaag ga ik tips laten zien hoe je je eieren wat leukers kan maken. Je kan ook gekleurde eieren kopen, maar het is veel leuker als je eieren hebt die versierd zijn. Voor de volgende techniek heb je ook natuurlijk eieren nodig, Pasen. Het zijn warme eieren afgekookt. Van die lange satéprikkertjes. Warm water met een scheutje azijn. Voedingskleurstof. We hebben groen, blauw, geel en roze. En allemaal kleurtjes in wasklom. Nou, dan gaan we met de satéprikkertjes. Gaan we zo een likje nemen. Dan gaan we zo erin mengen, laat maar zeggen. Dus nu hebben we rood, oranje, gelig, donkerblauw en groen. Je gaat nu met de waskroon, ga je zeg maar op je ei tekenen. Streepjes, bloemetjes, whatever. En dat ga je dan leggen in de kleurstof. En waar je dan hebt getekend, daar komt geen kleurstof. Het ziet er heel leuk uit. Ik heb wel genoeg stukjes. Ik ga er met een lepel voorzichtig een kleurstof doen. En ja, we gaan zien wat het wordt. Spannend! Yeah. Oh, dat ziet er leuk uit. Het ei moet er eigenlijk maar erin en dan weer eruit. Kijk hoe cool. Dit is echt vet. Dan laat ik het ei even komen. Daardoor heb je de keukenpapier nodig. Dan ga ik nu verder. En nu ga ik in het rood leggen. Nu ga ik hem eruit halen. Spannend! En kijk hoe mooi deze is al. Wow. Kijk die stipjes. En die streepjes. Vet cool, man. Dit moeten jullie echt proberen. Dit vind ik echt leuk. Wat gaan we doen? Je gaat om de eieren, ja, om een ei, ga je zo. Nou, ik heb ze nu alle drie gedaan. Pijn en met moeite met mijn vingers. Dat doet echt super veel pijn. Maar dat maakt niet uit. Eigenlijk is het echt zo spannend. Maar het gaat wel makkelijker zijn om deze stukjes eraf aan te halen. Want we hebben het logisch in de ronde. Ja, ik ga nu ook eens proberen. Oeh, die is al mooi. Nu de blauwe. Die is ook wel cool. En het wordt helderder als je het even hebt laten drogen. En dan de gele. Wow. Is mislukt. Ziet de streep. Het gele ei was helaas mislukt, dus ik heb hem nu even in rood gelegd en in een ander eistiekje. Maar we kunnen blauw wel proberen. Deze is super. Deze vind ik echt heel mooi. Ik vind deze twee echt super cool. Ik ga de rode er al uithalen en dan gaan we dadelijk het resultaat zien. Je ziet een soort van oranje. Dan laat ik dit er even drogen, want ik wil deze. Ja, het rode, ja, eigenlijk het oranje ei gaan we. Ja, deze vind ik wel heel leuk. Deze is hier alleen een beetje blekkie. Maar dan denk ik dat je dat. Nee. Maar ik vind ze in ieder geval heel leuk,
redelijk gelukt. Ik vind deze het mooiste. Het mooiste van allemaal. Fijne Pasen! Ik hoop dat jullie geen fijne Pasen hebben en dat jullie mijn trucjes gaan proberen. Geef duimpje omhoog! Doei, tot de volgende keer! Veel kusjes van Emma! Probeer het uit!